Wedstrijd is begonnen. DVS tegen ACV op 17 september. Eerste lange bal van ACV richting nummer... Het is nu nummer 11 aan de bal. Gelijk misschien gevaarlijk bij de tweede paal. Nee, het is Sam de Wit kan wegwerken. Nee. Oeh, hey. Oh, 100% kans. Kruisheer. Die moet hij gewoon maken. Salaziwa niet. Nee, was niet egoïstisch. Nee. Hij stond op 3 meter van de goal. Had misschien zelf ook gewoon mogen schieten. DVS zit er kort op bij balverlies. Bal... Sprintduel, Sam de Witte rugdekking. Is ook snel. Oh, Daan Huiskamp. Loopt maar net goed af. Verdedigend staat het wel uitstekend bij DVS. Ballen worden weer snel veroverd. En, middenveld, daar is steeds Frank Olijf met name. Roemion nu een keer. Terug, Salaziwa. Naar Nijland. Corner wellicht, nee. Is binnen te houden, die komt niet helemaal lekker weg. Bal nu blijft helemaal hangen. Goeie aanname. Nijland. Voorzet, lang onderweg die bal. Ali Akla, aanname goed. Draait, schiet. Ja, doelpunt. Ja, ja. Doelpunt. Ik keek even op mijn horloge en trilde. En hij zit erin. Grensrechter ook akkoord. Ali Akla, dit heb je net even nodig. Dit is lekker zo vlak voor de rust. Hij draaide zich goed vrij en kon hem met zijn linker binnenwerken. Bal blijft een beetje hangen. Kijk, goede interceptie van Salaziwa. Schiet op de vuisten van de keeper. En daar is Stef Nijland. Goede redding van die keeper, zeg. De hensbal van Frank Olijven. Nou, in 10 seconden kans. Tijd 2 of misschien wel minder. In 3 seconden tijd 2 grote kansen. Goed van Salaziwa. En ook in de tweede instantie was het prima van Stef Nijland. Sterk optreden van de keeper van ACV. Had eigenlijk een kans voor DVS moeten gaan worden. Nu ACV er weer uit. Gevaarlijk. Voeten van Daan Huiskamp. Ja, de beste mogelijkheid van de tweede helft was dit, denk ik, voor ACV. Dit doet hij handig. Strijker. Nu met zijn verkeerde beentje, denk ik. Bal valt bij Jasper. Schiet schotkans. Oeh. Goeie redding, hoor. Goeie redding, ja. Op de schotpoging van nummer 15 was het. Lars Dijk. Beetje op de buitenkant genomen. En... Van Hilton. Werkt hem weg. Priljic. Akla. Priljic. Maakt meters. Kan aanleggen. In de handen van Daan Huiskamp. Weer een gevaarlijk om mogelijkheid. Schotkans in die 5. Lijn zoveel ruimte te geven om dat schot voor te bereiden. Ruimte nu aan de andere kant. Goeie bal. Nicky van Hilton. Wat gaat hij doen? Oh. Beste kans. Korte hoek. Ik denk dat het helemaal niet zoveel scheelde. Hij deed weinig verkeerd. Alleen moet scoren. Misschien spaart Peter een aantal mannen voor dinsdag. Nou, nu dan. Gastelwani. Mooi doelpunt, hey, wat een goede wissel. Ja, maak je een matchwinner. El Ghazouani snijdt er doorheen en stift hem over de keeper en beslist hier de wedstrijd. Ja, een beetje een foute bal van invaller Mark Jacht. Krijgt hem denk ik op zijn scheenbeschermer. Assist van Roemion. En leek dat hij hem iets te ver voor zich uitspeelde, maar hij was razendsnel. En... Zo staat DVS comfortabel 2-0 voor tegen ACV en is het hier wel beslist. En daar fluit de scheidsrechter voor het laatst. De punten blijven in Ermelo. 2-0 overwinning